Bette. Hoe lacht hem hand daar? Zo komt Den Bosch hier combineren nog best aardig uit. Tot de verkeerde kaart van Kostors. Zuijer voor het eerst. Ruimte aan de linkerkant. En dit is het eerste schot op het doel van Emmen. Afkomstig van Jeff Hardeveld. Op de Zuijer na iedereen van Emmen in het eigen strafschopgebied. En toch kan daar gekopt worden. Kopbal, zeer gevaarlijk daar. Van Gunsen. Van Hoeven, die moet mee verdedigen. Eventjes mis achterin. Bezaaien zoekt dan meteen Particek. Particek kan uithalen. Krijgt die kans omdat Teun van Gunsen die bal laat lopen. En dan is dit de eerste doelpoging van Piotr Particek. Hoe laat hem aan? De Groot, kan hij die bal voorgeven? Had dat eigenlijk al eerder moeten gebeuren. Verbeek legt wel perfect in één keer af. En dan is dit schot voorlangs. De beste kans in de wedstrijd. Het schot van Rick Mulders. Particek. Bal te ver van de voet. Overname FC Den Bosch. Goeie actie van Hedel. Verbeek. Hoe laat hem aan? Salah laat hem aan, de huurling van Arsenal. En daar is de volgende grote kans voor FC Den Bosch. Hardeveld. Particek wordt gezocht. Komt wel gewonnen. Stijlvol door Mbete. Maar Particek krijgt die bal terug. En dan is het raak. Vanuit de draai met links Piotr Particek. Met een onverwachte 1-0. Maar wel een hele lekkere 1-0 voor FC Emmen. Het gaat mis. Bij het uitverdedigen en dan heeft de Poolse spits van Emmen bijzonder weinig tijd nodig om die bal achter doelman Christian Hetje te leggen. Kasper Kostors. Komt er ook een Pools antwoord van de thuisploeg. Mulders. Verbeek. Je ziet hem loeren om die bal met links misschien in de verre hoek te leggen. Dit kan ook. Oh, hoe laat hem hand? Al een kans voor Den Bosch, zeg, om meteen op gelijke hoogte te komen. Nick de Groot. Lage voorzet. Daar is Van Hedel. Daar is Kostors niet. Daar is Van Hedel opnieuw. En die bal gaat er niet in. Bradley van Hoeven. Nou, leek me toch de overtreding te maken van Hoeven nadat hij de bal kwijt was. Nu nog een voorzet en dan is het 2-0 voor Emmen. En is daar weer een doelpunt van Vicente Besuijen. Enschens laat doorspelen. En dus kan Van Hoeven die bal voorzetten. En daar is opeens de rechte pantoffel van Vicente Besuijen. Ik haal nu de woede van de toeschouwers op zijn hals door daar een overtreding te maken. En daar, die bal niet in het doel. Henning, hoho zeg, die ramt hem wel eventjes in het doel. Ricardo Henning. Is dit de treffer? Ja, dat weet ik wel zeker. Die de spanning weer terugbrengt in de vliert. Indraaiende vrije trap. Lijkt te worden weggewerkt. En dan is het een verdediger die absoluut niet nadenkt. En het dynamiet dat in zijn rechtervoet zit, laat spreken. En Emmen is het in deze fase plotseling helemaal kwijt. Verbeek. Weer zo'n voorzet van Verbeek. Lang onderweg, kan worden gekopt. Kostors, goede actie nu. Daar is Van Bakel. Daar is Moussaoudi en daar is de bal die naast gaat van Kostors. Nee, daar hebben we iemand op het veld. Ik dacht even dat hij wilde invallen, maar het is toch meer bedoeld deze actie om het publiek op te zwepen. En dat is natuurlijk niet handig, want FC Den Bosch
heeft al zo vaak problemen gehad met toeschouwers, fans van de eigen club. En deze gaat hij terug of moet hij mee? Nou, dan moet er formeel worden gestaakt. Ik moet zeggen dat Robin Henschens hier prima op reageert. Die stuurt niet. Wat op tijd toch ook het protocol is geweest. De ploegen naar binnen. Er was even een korte pauze in. En wil net zoals die spelers natuurlijk ook het liefst zo snel mogelijk weer verder. Mulders. Hij kan die bal voorgeven. Hij hoeft niet per se eerst een actie te maken. Mulders beseft dat nu. Daar is die voorzet. En de bal op de lat. En nog een keer op de lat. Nou. En is daar Kostors. Henschens maakt er een eind aan. En Emme boekt een hele belangrijke overwinning op weg naar misschien wel de play-offs.